Deze week in Christine's Cultuursnack. Pak maar, ja. Ga maar even doen. Druk maar iets naar beneden, want we gaan omhoog. Heel goed. Wat is dat nou voor vogel? Het is een schoolekster. Hoe kom je daar zo op? Nou, ik ga de natuur in en dan kijk ik om me heen en dan krijg ik overal inspiratie van. Ik zeg het eigenlijk zo. Om mij een beetje op te winden. Als dat werkt, werkt het. Ja, het werkt. Vanuit Studio 43 komt uw wekelijkse kunstimpuls. Professionals of amateurs, alles en iedereen komt voorbij. Het publiek stroomt binnen en daar is uw presentator, Christine. Elke week gekleed in een creatie van een Gelders ontwerper. Ja, dank jullie wel. En dit keer is het een creatie, in ieder geval de onderkant, van Isabel Telly. Ik heb weer twee gasten. Daar staan ze, Gilles van Hessen en Nasmi Oral. En jullie zitten natuurlijk daar op de bank. Ook niet voor niks. We horen straks van jullie wat jullie van vonden. En online hebben jullie van alles te melden. Gilles van Hessen, meester vertellen over klassieke muziek. En hij wil ons allemaal aan de klassieke muziek helpen. En Nasmi Oral die staat in het theater met een voorstelling die ze samenspeelt met haar moeder. En echt aardig is ze toch niet voor haar. Komen jullie straks meer over te weten? Eerst snacknieuws. Maak kennis met het Wilde Oosten. Een nieuwe lichting jonge schrijvers, theatermakers, muzikanten en singer-songwriters. De jonge talenten trekken aanstaande zaterdag met een bruisende karavaan richting het Stadstheater Arnhem. Kunst in de Edese Cinemec. Bekijk morgenavond op het grote doek de tentoonstelling Henri Matisse, The Cutouts. In de film is de hele expositie te zien. En daarnaast geeft Matisse hemzelf commentaar op zijn werk. Kenny B brengt met zijn muziek voor heel even de zomer terug in Nijmegen. Morgenavond treedt hij op in Doornroosje. Kenny B wordt ook wel de Surinaamse André Hazes genoemd. En hij is bekend geworden met zijn grote zomerhit Parijs. Nasmi, jij staat in een theaterstuk samen met je moeder te spelen. Hoe is dat om met je moeder te spelen? Want zij is geen actrice. Nee, daarom is het ook heel erg mooi. En lukt het haar om elke keer opnieuw die rol te spelen? Dat te doen wat jij van haar verwacht? Nou, ten eerste is het niet een rol die ze speelt. Het is eigenlijk een openbaar gesprek, een vormgegeven gesprek. Ja, ik heb een Turkse achtergrond. We hebben het over allerlei onderwerpen waar we veel ruzie over hebben gehad. En eigenlijk krijgen wij als kijker een kijkje bij jullie thuis van hoe dat vroeger aan toe ging. Nee. Dat dan weer niet. Nee. Zo klonk het even. Voordat je het gaat uitleggen, We hebben een fragmentje. Geweldig. Daar kunnen we daarna over praten. Precies. Kun je er iets bij voorstellen trouwens, Gilles, om met je vader of moeder op het podium te staan? Nou, mijn moeder is helaas heel ver weg geestelijk. Dus ik moest er een klein beetje om lachen. Want als ik dit nou zou voorstellen bij mijn moeder, dan was het een soort comedy geworden. Maar ik kan me er wel iets bij voorstellen, ja. We gaan eerst even kijken. We komen er straks op terug. We gaan het doen, man. Ik heb jou meegenomen en ik zei, Chida staat met haar camera. We gaan het nu in het echt uitleven. We gaan het uitvechten. Maar echt. Als mensen mijn borsten zien, is jouw schuld. Mijn schuld niet. Je mag niks gebruiken. Je hoofddoek en je handen. Verder geen trucjes. Je bent de eerste op je zaden. Dit! Gewoon bam! Dit! Ja! Oef! Vrij, stoer, sterk, speels! Ik wil weggeblazen worden door jouw kracht, man! Jij moest erom lachen, Nasmir. Ja. Waarom moet je erom lachen? Nou ja, omdat ik mijn moeder allemaal dingen hoor zeggen. Oh, ik ga je doodmaken. Oh, Jezus, wat erg dit. Weet je wel zo. Het is te bizar voor woorden. Ze begint aan het begin van de voorstelling bidt ze, God vergeef mij, want ik ga zo optreden. En daarachteraan bidt ze, God help mij, en zodat ik zo mooi mogelijk mag spelen zometeen. Want je zegt, ze speelt dus niet, want ze is geen actrice. Je hebt haar daar ingezet als zijnde jouw moeder, dus zij is ook jouw moeder. Het is een beweging die je telkens doet. Het is niet een stuk wat je speelt. Het is telkens een beweging waarbij je keihard eigenlijk op elkaar afrent en dit doet.
En dat kan je niet half doen. Dat kan je niet net... Ik moet heel even schakelen. Oké, dus het is geen theaterstuk, maar het is een beweging. Een interne innerlijke beweging door middel van een vormgegeven gesprek. En in dat gesprek gaan wij tot op het bot. Alles wordt gezegd wat nog nooit werd gezegd. Want het is wel gescript in principe wat jij zegt. Ja, ik heb het geschreven. Ja. Maar je zegt ook elke keer hetzelfde. Het is niet dat jij op een gegeven moment in de emotie van het spel op een gegeven moment iets heel anders tegen je moeder zegt dan je... Nee, want er is een hele heldere lijn van het is we gaan het aan en dit zijn de onderwerpen. Man, ja. God, maagdelijkheid, seks, waarde. Hè, al die en je moeder zegt wel steeds hetzelfde? Ja, en soms voegt ze daar dingen toe, dus het groeit ook soms. Soms zegt ze in het Turks tegen mij, ik wil nog iets zeggen, mag dat? Dan zeg ik ja, weet je. Zij mag alles zeggen. Zij mag totaal zichzelf zijn. Dat vind ik wel spannend. Maar hoe is dat voor jou? Want jij staat natuurlijk ook voor een publiek. Ben jij helemaal jezelf als jij staat te dirigeren? Ja, dat hoop ik wel. Ja, nee, ik ben wel echt mezelf. Het schijnt wel dat er mensen zeggen, er gebeurt wel iets met me. Er is een ander soort zelf als ik sta te dirigeren dan als ik een drankje sta te drinken. Maar misschien is dat vergelijkbaar, dat het een ander soort zelf is. Ja, maar het gaat daar niet over mij. Dus dat is een heel groot verschil. Ja. Daar gaat het over, die twee personages gaat het over. Dat vind ik wel heel spannend, ook weer een beetje moeilijk. Ik vind dat moeilijk op de plaats. Raakt het jullie? Mij wel. Ik zou het echt eens een keertje moeten zien eigenlijk, hè, hoe dat verder is. Maar... Nou, je moet zich voorstellen waarom ik dit deed. Ik had alleen mezelf en mijn moeder. Maar het begon, het vuur in mij en ook de woede en eigenlijk het verdriet begon naar aanleiding van een jongere vriendin. Die in precies dezelfde situatie zat als ik 20 jaar terug. Namelijk carrière willen opbouwen, niet weg mogen. De moeder die zei, oh, maar dan ga ik dood en al die dingen. En dat mijn moeder daar, als iemand die al 2 keer naar Mekka is geweest, 5 keer per dag bidt, praat over goddeloosheid, abortus, Nederlands vriendje, homoseksualiteit, dat is uniek. Terwijl zij blijft zeggen, ik vind het ziek, maar, weet je, ze blijft zichzelf. Het is totaal gelijkwaardig. Maar jouw voorstellingen zijn vaak ook maatschappelijk betrokken. We hadden net al even over je moeder. Maar je speelt ook nog in Volgens Jacqueline. Oh ja, ja. Ja, klopt. Dat was je weer bijna. Ja, precies. Maar dat is van een heel andere orde. Ik zit bij de buurvrouw. Je let niet op je koningin. Ik let heus wel op mijn koningin, ik heb er een plan mee. Wat knus hier. Er staan 2 dames achter je met een hond. Ja, maar ik ga me nu niet omdraaien, want dan ga je in mijn stukken zitten. Achterdocht, achterdocht. Parasiet in je bloed, Willem. Majesteit, bezoek de getroffen gebiedsdelen. Welkom, majesteit. Ja, Willem, de hond moet naar het asiel. Oh, dat was heerlijk, joh. Het was zo koud die dag. Ja, maar dat is dan weer een verademing om dat even te spelen? Of, Ja, oh, dat is sowieso op een set. Je wordt enorm verwend en je hoeft maar 3 zinnen te kennen of zo voor een hele dag. En dat is een luxe baan eigenlijk, actrice zijn. Ja. Ongelooflijke luxe baan. Ja. Wij gaan ondertussen even naar iets anders kijken. Ooit interesse gehad in ballonnen? Mijn droom. Is je droom, hè? Ja. Ja. Nou, er is een man die doet van alles met ballonnen. So you think you can ballonkunst? So you think you can ballonkunst? Wat ben je nou aan het maken dan? Ik maak een vogel. Wat voor vogel wordt dit? Is dat een zeemeeuw? Het lijkt meer op een hele grote piemel met een paar ballen. Dat wordt het niet. Nee. Oh. Heb je ook zo'n moeite met chronologie? Ja, enorm. Ik snap er echt helemaal niks van. Ik vind als ik iets maak, dan moet ik echt lijken op wat het voor moet stellen. Wat is dat nou voor vogel? Het is een schoolekster. Hoe kom je daar zo op? Nou, ik ga de natuur in en dan kijk ik om me heen en dan krijg ik overal inspiratie van. Wat is hier nou kunst aan dan? Met ballonnen kan je ballonsculpturen maken en in mijn ogen is dat kunst. Je kan bijvoorbeeld jurken maken van ballonnen. Dus, complete modeshows worden daarmee gelopen. Ik ken een collega uit Amerika die maakt complete dinosaurusskeletten na op ware schaal. Is er veel plagiaat in de ballonkunst en dingen? Ja, absoluut. Maar iedereen weet vaak wel waar ze vandaan komen, hoor, de oorspronkelijke ontwerpen. Iedereen denkt heel de tijd, oh, toen maak ik nou maar een hondje. Ja. Maar dat doe je mooi niet. Ik maak ze wel, maar dan maak ik rashonden. Duitse herder. Wow, doe maar luxe. Ben je niet bang dat die knapt? Ja, zoals nu bijvoorbeeld. Knapt die eventjes. Maar deze moet er ook daadwerkelijk af.
Hé, hey, waarom doe je dat niet met de mond? Kan ook, maar dan ga je sterretjes zien. Heb je wel eens last van zuurstofgebrek? Ja, ja, ja. Denk je ook dat mensen in Zwitserland die hoog in de bergen wonen moeilijker ballonkunst maken dan mensen die hier op de vaste grond staan? Dat zou best wel eens kunnen, ja. Dan worden de ballonnen wel dunner. Omdat de lucht gewoon, ja, als je een ballon oplaast, dan wordt die ballon dunner. Dat wordt een beetje complex. Dan wordt de ballon dunner. Ja, ja. Is dat, ja. Patrick, wat gebeurt er in jouw hoofd als je dit doet? Nou, dit is voor mij wel een soort meditatie. Je moet helemaal in het figuur duiken, als het ware. Er hangt een soort creatieve stroom in de lucht en daar moet je op intappen. En staat overal voor open. Het is een soort dialoog ook met jezelf. Je moet heel veel bubbeltjes maken en het is allemaal heel bewerkelijk. Heb je vaak helium binnengekregen of niet? Helemaal niet, nee. In kunst is erotiek vaak wel heel erg belangrijk. Is dat in de ballonkunst ook zo? Het is een gebied wat eigenlijk nog niet echt is aangeraakt. Vogels. Vogels hebben een schitterende kleurenpracht. Soms zit het tegen het parelmoer aan. Hoe visualiseer je dat bij deze extra? Nou, je kan dus ballonnen mixen. Dus je kan eigenlijk twee ballonnen in elkaar stoppen. Maar je krijgt dan echt een soort mix van twee verschillende kleuren. Eigenlijk ben je op dat moment van kleuren aan het mengen. Zoals een schilder op zijn doek. Ja, absoluut. Ik vind het mooi dat je die vergelijking maakt. Oh, dankjewel. Hij is klaar. Wow, so you think you can ballonkunst? Ik dacht het wel, ja. It's alright. Jill, jij bent dirigent. En daarnaast geef je eigenlijk ook nou masterclasses of colleges, hoe noem je het? Ja, het is geen van beide. Het zijn verhalen. Ik vertel verhalen. Maar die verhalen zijn op die muziek gericht. Van dat je allemaal dingen in de muziek kan ontdekken en herkennen. Ik denk dat als je de mensen een klein beetje helpt en ze wat meer thuis laat voelen in de concertzaal, dat ze nog veel meer van klassieke muziek kunnen genieten. Tik-tak, tik-tak. En Beethoven heeft alleen maar de tik gerekend en niet de tak. Yes. Daar kan je ook op afstuderen. Ik vertel verhalen over de muziek en hier gebeurt dat en hier heeft hij dit gejat, dat en dat. Een beetje plaatjes erbij en allemaal stukjes spelen we dan met het orkest, fragmentjes, pauze. En na de pauze spelen we dan het hele stuk. En je ziet gewoon en je hoort het publiek, oh wacht eens even, dat stuk met die dode hond. Oh wacht eens even, dat heeft hij van zijn schoonmoeder gejat. En ja, het publiek gaat ook gewoon met een lach naar huis. Ja, je vindt het heel leuk om te doen, denk ik. Hè? Ja, dit is heel leuk. Maar waarom wil je dit? Nou, ik wil het omdat we hebben ons erfgoed, de klassieke muziek. Prachtige muziek en eigenlijk veel te weinig mensen die er naar luisteren. En bijna iedereen met wie het over klassieke muziek, bijna iedereen gaat in de verdediging. Ook klassieke muziek, ja, dat is heel moeilijk. Ja, nee, ik weet er eigenlijk niet veel van. Iedereen gaat ze, als ik zeg dat ik voetbaltrainer ben, dan zeggen ze, oh, Danny Blind had met vleugelspits moeten spelen. Of ja, Huntelaar erin. Heeft iedereen er verstand van? Klassieke muziek gaat iedereen op slot. Ja. En dat hoeft helemaal niet. Het Gelders Orkest is echt, wat dat betreft, is een van de meest bijzondere orkesten van Nederland. Ja. Ten eerste, zij zijn retegoed. Ze zijn echt, dat zeg ik niet om te slijmen, maar ze zijn gewoon enorm goed. Maar ze zijn echt op zoek naar nieuwe wegen. Dit is zeg maar een formule om echt zeg maar de kanon van klassieke muziek, het erfgoed, te laten blijven leven. En ja, dat is natuurlijk ontzettend leuk dat je... We jagen mensen de concertzaal in die er nog nooit geweest zijn. Die luisteren naar een Mahler-symfonie. En in het enquêteformuliertje is er niemand die invult dat het te lang is. Terwijl als je denkt, iemand die nog nooit naar een concert is, naar een Mahler-symfonie laten luisteren, dat is zelfmoord. Dus dat kan echt allemaal. Even checken, hè? Daar zijn ze voor. Ja, ooit naar een Mahler-symfonie geweest? Hij is lang. Nee? Nee. Het leuke is dat wij ook weer terug horen dat het ervaren concertpubliek, als ze bij ons komen, die krijgen ook dingen te horen die ze helemaal niet weten. Dus die doen wel alsof ze het allemaal weten, maar die weten het helemaal niet. Nog sterker, ik probeer in elke show dingen te stoppen die het orkest ook niet weet. Maar zouden jullie naar zijn voorstelling gaan? Ja, zonder meer. Ja, zeker. Ja. Nou, ik vind het wel heel leuk wat je zegt, dat je ernaar moet leren luisteren. Ja. Want dat merk ik wel, dat als je op een gegeven moment gaat luisteren, dat het ook steeds mooier gaat worden. Ook al heb je misschien helemaal geen idee naar wie je zit te luisteren. Ja. Ik wil graag met een live orkest de schoonheid van die muziek. Moest je even horen hoe mooi dit is. Of hoe lelijk het is. Of hoe die dit gejat heeft. Dat wil ik gewoon met de mensen delen. Ja, toch een soort missiedrang. Ja, wel. Absoluut. Dit is eventjes heel gepassioneerd over jouw werk. Maar er is nog een passie die jij hebt. En daar mocht ik getuige van zijn. Niet alleen getuige. Ik mocht ook meedoen. Zo, papiertje. Goeiedag. Met welke kust? Met de November 611 Juliet Papa. Er zijn twee personen aan boord. En de naam van de piloot? Is Van Hessen. This is that ice cold Michelle fight for that white girl.
Nou, Jules van Hesse is dus een ontzettend druk bezet man met dirigeren en alle zijn andere bezigheden. En om te ontspannen heeft hij een hobby. Hi. Gaat gebeuren. Ja, ja, heb je wel goed gecheckt? Ja, we hebben genoeg. Ja, okay. Niet voor heel lang, maar het gaat nog niet heel lang. Hè? Nee, want je doet wel net alsof dit heel ontspannend is. Voor jou is dat natuurlijk ook zo. Ja. Voor mij niet. Nee? Nee. Oh. Nee, voor mij niet. Hoe kom je erbij om te gaan vliegen voor de ontspanning? Nou, mijn vader was oorlogsvlieger. En die heeft eigenlijk dat virus overgegeven. Heeft me een keer een proefvlucht gegeven. En toen is toen was ik verkocht. Als je dus een proefles neemt, wat ze de meestal doen, dan laten ze jezelf opstijgen. Ga je bij mij niet doen, hoop ik, hè? Nee, ik ga zelf. Nou, misschien moet jij straks even vliegen. Dat lijkt me leuk. Dat kan? Dat kan, ja, dat kan. En nog sterker, heel veel mensen die een beetje bang zijn om te vliegen. Als je ze even zelf laat vliegen, dan gaat het weg. Dus dat is de therapie die we gaan proberen straks. Ik moet zeggen, liever dit dan... in de auto op de autobaan. Ja. Als je gaat vliegen, heb je dan bepaalde muziek nog in je hoofd, Jules? Nou, eigenlijk niet. Want meestal ben ik heel druk met allerlei dingen checken en kijken of alles wel goed gaat. Maar er is wel typische muziek die ik bij vliegen vind horen. Bijvoorbeeld E.T. Adventures on Earth. Nou, ben je er klaar voor? Als jij er maar klaar voor bent. Ja. Ja, dus het uit. Alles is te goed. Ah, dit gaat goed, hè? Ja. Dit is niet eng, toch? Nee. Nee, dit is gewoon heel leuk, dit. Ah, snelheid is goed, olie is goed. Kijk, alles is goed. Dit is eigenlijk de meest kritieke fase. Want als hij dus nu stopt, heb je weinig opties. Wil je het daar niet over hebben, alsjeblieft? Ja? Kijk even naar mij. Ja, kijk, nee, ik zie doe het toch? Eigenlijk helemaal niks. Ja, oké. Okay. Dus dat ding vliegt vanzelf. Ja. En dat is eigenlijk net als een orkest. Ja, je vindt dat leuk. Ik vind Een orkest speelt vanzelf. Nou, pak maar. Ja? Ga maar even vliegen. Ga maar even doen. Druk maar iets naar beneden, want we gaan omhoog. Heel goed. Nee. Dit gaat heel goed. Dit gaat heel goed. Nee, doe het alsjeblieft. Je hebt wel talent. Oh, god. Ja. Oké, dan houden we. Dan blijf ik vliegen. Oh, oké, okay. Maar ik snap wel dat daar een kick in zit, ja, zeg maar. Maar die ja. kick is bij mij nu nog even dat ik er hysterisch van word, hoor. Ik vind het echt wel heel heftig, dit. Hé, maar hoe zit dat dan met dat dirigeren en vliegen? Dat je dus, dat het een beetje hetzelfde is? Want het orkest speelt toch wel, zeg je. Dus nou ja, toch wel klinkt het negatief, maar een orkest kan uit zichzelf heel goed spelen. Ja. En soms zegt een orkest wel eens van de dirigent van, nou, hij heeft ons niet gestoord. En dat klinkt een beetje cynisch. Maar soms stoort een dirigent een orkest door juist te veel willen doen. Nou, dat heb je met vliegen ook. Als je te veel doet, nou ja, niet dat het misgaat, maar dan vliegt je gewoon niet goed. In hoeverre heeft het met controle nog te maken, Jules? Dat van, je dirigeert dus een orkest en je dirigeert dat vliegtuig, hè? Dus in feite ben je ook een soort van de baas overal, hè? Ja, maar ik noem het een beetje zachte controle. Je moet wel in controle zijn, maar je moet ook het bewustzijn hebben... dat als er geen motor is, dan ben ik niks. En hetzelfde met een orkest, als die mensen niet spelen, ben ik ook helemaal niks. Zeg ook wel eens, er zijn geen slechte orkesten, er zijn alleen maar slechte dirigenten. En dat is, tot op zekere hoogte is dat enorm waar. Maar kan jij zelf ook aangestuurd worden, of luisteren naar iemand? Doe je dat? Nee. Nee, helemaal. Integendeel. Integendeel. Wil ik wel sturen, wil ik wel invloed op het proces hebben. November Julie Papa is final runway 18 for full stop landing. Ah, ik moet het zeggen, maar dit is wel een hele mooie landing, hoor. Nou, alles voor de tv, hè? Normaal maak ik een hele slechte landing, hè. Maar ik denk, het is voor TV Gelderland. Ik ga ze proberen een hele mooie landing te maken. Ja, overleefd, hè? Oh, ik heb helemaal geen gevoel meer in mijn... Ik heb me echt heel groot gehouden. Bravo. Ja, bravo. Ja, dankjewel. Ja, je hebt alles binnengehouden. Ja, ja. Ik heb wel alles binnengehouden, maar dat scheelde niet heel veel. Het was wel heel ernstig. Maar wat je zegt over dat leiderschap, jij kan dus niet het touwtje uit handen geven. Jules, dat heb je nooit als problematisch ervaren?
Of mensen om jou heen bijvoorbeeld? Ja, ik moest aan mijn huwelijk denken toen je me dat vroeg hoor. Maar in andere situaties kan ik best wel thuis in zijn handen geven. Ja, nou ja, ik vraag het eigenlijk meer omdat jij stuurt zo'n heel orkest aan. En dat is natuurlijk ook een beetje het alfamannetje zijn daar natuurlijk. Hè? Dat is dat met dat leiderschap natuurlijk ook. Ja, maar dat nuanceer je nu wel heel erg naar het alfamannetje. Maar wat ik daar dus in de lucht zei, was dus juist dat op het moment dat die motor er niet is, dat eigenlijk het vliegtuig vliegt vanzelf. En je moet je als dirigent, moet je eigenlijk als voortdurend afvragen als je dirigeert, wat is mijn toegevoegde waarde? Ja. Wat kan ik doen dat een orkest beter speelt? En dan ga je dus uit van de kracht van het orkest. Dus je gaat niet uit van de kracht van, ik ben zo'n enorme goede leider en ik kan zo enorm goed dirigeren. Je gaat meer kijken, welke kwaliteit kan ik inzetten om een orkest beter te laten spelen? Nee, maar goed, in feite wat je zegt is dat je dus ongemerkt de baas bent en aanstuurt. Ongemerkt, want dan ben je dus een goede leider. Maar, ja, de baas. Ik nuanceer het lekker niet. Dus, ik nuanceer het wel, want ik vind voor mij is dat juist heel erg belangrijk. Het gaat mij helemaal niet om de baas zijn. Het gaat mij om mensen die samenwerken en daar een toegevoegde waarde aan geven. Dat vind ik anders dan de baas spelen. Ja, oké, maar ik zeg het eigenlijk zo. Om mij een beetje op te winden. Als dat werkt. Ja, het werkt. Dat is heel goed. Ja, dat is journalistiek briljant. Oh, nou. Bedankt. Kijk, maar wil ik toch controle over het gesprek hebben op een of andere manier. Ja. Dat aansturen van zo'n orkest, dat betekent dus dat mensen tegen jou op kunnen kijken of moeten kijken. Gebeurt dat veel? Ja, maar je gebruikt weer aansturen, tegen opkijken. Het zijn zijn thema's in jouw leven, heb ik net gemerkt. Nee, nog sterker. Ik heb wel eens zeg maar, dingen over leiderschap in een orkest. Dan laat ik het orkest zonder dirigent spelen. Dan spelen ze beter dan met dirigent. En weet je hoe dat komt? Nee. Mensen gaan beter luisteren naar elkaar. Want er staat dus niet een of andere aap voor die de maat slaat. Dus ze worden veel meer een team. Ze gaan naar elkaar luisteren. Ze vinden het vaak ook veel leuker. Dus het is naar beide een soort spiegel. Voor mij van moet je eens kijken hoe goed ze spelen zonder jou. En voor hun van, oh, we kunnen het eigenlijk best wel zonder hem. En dan krijg je dus de volgende fase. Ik moet ze dus zo laten spelen, minstens net zo goed als ze spelen met mij. Ja. En dan moet ik nog een toegevoegde waarde geven. Nou, dat heeft dus niets met de baas spelen te maken of de baas zijn. Dat heeft echt te maken met een vorm van samenwerking. Dus dat is ook een beetje waarom ik een beetje geïrriteerd reageer als je die woorden gebruikt. Ja, heel goed. Nog heel even, Nasmeer, herken jij dat wat Jules vertelt over leiderschap en aansturen? Maak jij dat mee in jouw samenwerkingsverbanden? Ja, zeker. Vooral in het creatieve proces. Je hebt iemand nodig die de overview heeft. Als je gezien kan worden door iemand die jouw talent kan zien en jou dus verder brengt dan jij zelf ooit zou kunnen komen omdat hij buiten je staat, dat is, zo werkt dit. Nou, mooi. We gaan weer naar iets kijken. Ik sta hier in een willekeurige straat in Gelderland en over enkele ogenblikken wordt er iemand getrakteerd op een optreden. Een optreden in de vorm van een babyconcert. En dat wordt gedaan door Nicky Jacobs en Pieter Jan Kramer. Het ziet er niet echt uit van beschuimde muisjes, hè? Geen olifanten. Nee. Geen slingers. Nee. Nou, Nicky, jij bent natuurlijk jonge moeder. Je hebt een baby van 6 maanden. Ja. Is dat ook de reden waarom jullie babyconcerten zijn gaan maken? Dat is niet de reden, maar het helpt wel. Want wij hebben de afgelopen weken heel hard gewerkt aan die hele voorstelling. Of weken, maanden. Ja. We hebben alles uitgetest. Wat? Een meisje. Jongens hebben er één. Ja, zullen we aanbellen? Ik zeg, let's do it. Oké, we gaan aanbellen. Maar is het nummer 5 of is het nummer 3? Jullie hebben babyliedjes verzameld vanuit de hele wereld. Ja. En hoe gaat het dan? Zit je dan op internet een beetje te scharrelen? We hebben best wel veel achtergrond qua muziek. Dus we komen uit hele verschillende muziekwerelden. Ik ook veel Balkan, Oost-Europees, Russische dingen. Ja, iedereen heeft natuurlijk wel, in iedere cultuur zitten slaapliedjes. Ja. En dat valt eigenlijk meteen met die link aan baby. Nou. Hallo meneer, heeft u toevallig net een baby gekregen? Nee, dat moet aan de andere kant zijn. Ja, sorry. Nee, ik denk dat is wel heel bijzonder. Ja, dat is heel bijzonder anders. Ja. Maar dit hoort bij uw buren. Dat is de buur, ja. Oh, dan gaan we even. En zijn jullie nou zelf ook in dit hele proces zachtere mensen geworden door zo om te gaan met baby's en zo? Echt bikkelhard naar elkaar. Ja, ik denk het wel. Omdat je heel bewust gaat kijken naar wat bied je een kind. Want het is best heftig, weet je wel. Je gaat op het podium, in een theater, met een decor. Nou ja, ze absorberen alles, kleine mensjes. Dus we hebben wel echt gekeken naar hoe we dat zo zorgvuldig mogelijk en zo toegepast op daadwerkelijk die baby dat kunnen doen.
Hoi, we worden een baby en we willen u feliciteren, want we hebben een cadeautje. En dat cadeautje bestaat uit deze twee mensen. Hallo. En die geven... Nicole, we zijn hier. Hallo, Nicole. Nicky. Hallo. Hi, Nicky. En zij geven babyconcerten. Geeft ze babyconcerten? Ze geven babyconcerten. Als je je verplaatst naar een baby, ja, dan word je natuurlijk wel een beetje een... Wordt een beetje softie. Ja. Softie, ja. We hebben ook 3 keer zitten huilen. Ja. Oh ja, om een liedje. Oh nee, dat is dus niet zo. Oké, okay, ik dacht echt serieus. Ik heb hier met hele gevoelige mensen te maken. Heb je ook? Dat zijn we ook. Wel. Ja. Hebben jullie er zin in? Ja, we hebben er zin in. Ja? Nou, wat betekent het voor de muziek? Is de muziek ook interessant om te maken? Of betekent dat ook dat ook de muziek op een babyniveau zit? Dat niet nee, dat hebben we ook, niet ook, gedaan. Maar zelfs babyniveau is fantastisch. Ja. Zou het nou zo zijn dat jullie na deze reeks als reactie in de hardrock terecht zouden komen? Of iets in die trant? Nou, ik laat me graag door jullie uitnodigen om in een zorgcentrum een paar liedjes te komen spelen. Over oude mensen? Ja. Oh ja, precies. Dat had je net al in één keer inspiratie. Ook van de oude mensen. Heb ik ook wel eens gedaan, trouwens. Hè? Doen bij de oude mensen, absoluut. De familie Stolk op nummer 1, die zit te genieten van een babyconcert. En als je wil weten waar Nicky en Pieter Jan nog spelen, kijk even op de site. Eigenlijk al klaar? Of willen jullie nog iets kwijt? Of jullie een gesprek? Ik heb voordat ik hier naartoe kwam, dacht ik, oh ja, wij gaan weer spelen met de gesluide monologen. We hebben een kleine tournee, december en januari. We hebben vorig jaar voor het eerst sinds jaren gespeeld in Arnhem. Dus ik zat te kijken, wanneer spelen we in de buurt, in Gelderland ergens? Nou, 12 december in Ede. En de rest is allemaal Middelburg, Amsterdam, Randstad. Maar dat wilde ik nog even zeggen. Dus iedereen moet gewoon naar Ede komen? Jullie ook? Ja. En Vivaldi begint, hè? Dat is speciaal de data uit mijn hoofd geleerd. Ja, maar dan moet je het helemaal zeggen. Dan moet je het helemaal zeggen. 29 november Nijmegen en 11 december Apeldoorn. Ja, dus eerst 11 december daar naartoe in Apeldoorn en dan 12 december Ede. Ja. Naar de geslaagde Marlach. Ja, hotelarrangement erbij. Nu mensen dit in hun agenda schrijven, gaan wij even naar de tip voor deze week. Tip. In Something Old, Something New presenteert Introdans een voorstelling vol onvervuld verlangen, melancholie, herinneringen en romantiek. Laat je 6 en 7 november meeslepen door weergeloze danstalen en musicaliteit in het Stadstheater Arnhem. Jullie hebben het ontzettend naar je zin natuurlijk, maar het is afgelopen. Helaas. Mag ik bij jou komen? Ja, je mag komen. Ik kom ook naar jou toe. Ik wacht even af. Bedankt allemaal en jullie natuurlijk ook bedankt. We horen straks wat jullie ervan gevonden hebben. 1 ding nog, portie kunst is brandstof voor je ziel. Ja, bravo. Ja, bedankt. Ja, bedankt. Bedankt. Ja, jullie ook. Ik kan me voorstellen dat mensen die dus een drempel moeten overwinnen, dat Jules die drempel geheel wegneemt. De omgang met die mevrouw, met haar moeder. Van 2 totaal verschillende culturen. Ik had er wel wat meer over willen weten. We zijn uitgenodigd 28 november om te komen, of aanwezig te zijn bij het concert van Vivaldi. Dus daar maakt hij mij helemaal blij mee.